Ja, dit is wel een mooi punt eigenlijk, omdat je hier heel mooi het oude gedeelte van het binnenhof ziet. Hè. Daar het dak van de ridderzaal en van de Eerste Kamer. Oude daken met leien, met prachtige dakpannen. En dan als je je omdraait, dan moet je even hier kijken, dan zie je de nieuwbouw uit 1992, die dus al helemaal zo nieuw niet meer is. Maar waar nu het nodig aan moet worden verbouwd in het kader van de renovatie van de Tweede Kamer. Maar hier zie je de vergaderzalen van buitenaf. Hè. Hier de halve zaal met die blauwe stoelen. Die zit daar. En dan gaan we nu, lopen we naar het oudste gedeelte van de Tweede Kamer. En loop maar even mee, zou ik zeggen. Hier komt de koffie vandaan. Hele lekkere koffie. Maar hier, dit is heel mooi. Dit is een oud gebouw, een oude buitenmuur, hè, dat kun je nog zien. En hier zat vroeger een raam, net als je er hier ook nog twee ziet. Maar hier hebben ze een doorbraak naar beneden gemaakt, zodat je gewoon hier doorheen naar binnen kan lopen. Dat raam is hier dus een deur geworden. Dat kun je zelfs nog zien aan de stenen. Dit zijn de nieuwe stenen, want hier moest wat worden weggebikt. En dit zijn de oude stenen van een oude buitenmuur. En we gaan nu het gedeelte in waar de Tweede Kamer in 1815 is begonnen en daar zit nu de VVD-fractie. Dit is de VVD-gang en wat wel leuk is, hier hangen allemaal foto's van de VVD-fracties die je in de loop van de tijd hebt gehad. De VVD is een partij die na de oorlog is opgericht, 1948, en van al die jaren zie je hier de portretten van alle Kamerleden, van alle fracties die ze gehad hebben. Hier nog onder leiding van Hans Wiegel, de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Hier heb je hem. Nou, hier stond vroeger een groen bankje, maar helaas, de verhuizing is al begonnen, dus dat bankje wat hier altijd stond, dat is helaas meegenomen. Waar het staat weet ik niet, ik hoop niet dat ze het bij het grof vuil zetten. Het zal ook wel niet, maar het historisch besef van een eendagskuiken, dat is wel bij sommigen hier aanwezig, maar hoe dan ook, het is weg. Maar ik ga ervan uit dat ze er goed voor zorgen. We gaan even verder. Ja, dit is een hele mooie ruimte. En vooral een prachtig uitzicht. Hier kijk je namelijk uit op het Binnenhof. Met aan de overkant de Eerste Kamer. En helemaal rechts, dat kun je niet goed in beeld krijgen. Maar dan zie je dan ook nog de Ridderzaal. Je ziet, het is een van de eerste mooie dagen van het jaar. Dus op het Binnenhof zitten mensen al heerlijk op de bankjes met een ijsje zo te zien. De ijskoman is er ook al. Maar dit is dus het historische Binnenhof. En in dit gedeelte van de Kamer, je kunt wel zien, dit is best wel heel oud. Daar zit op dit moment de VVD-fractie. En dan gaan we nu even naar een heel mooi trappenportaal. Kom maar mee. Automatische deur als het goed is. Deze plek die heeft heel wat a's en o's opgeleverd als ik hier met mensen binnenkwam. Omdat dit, ja, hier kun je nog veel meer zien dat dit toch wel een gebouw is met een zekere statuur. Dat hier vroeger de Tweede Kamer zat. Maar wat wel leuk is dat nog voordat de Tweede Kamer hier in 1815 ging zitten, dit een paleis was van de Oranjes. En dan gaan we nu even doorlopen zodat je dat ook nog een beetje kunt zien. Je hebt hier een prachtige rode loper. Dat zegt natuurlijk al wel wat. Maar het pronkstuk hier, dat is deze troon. Dat is de troon waar koning Willem III op heeft gezeten toen hij de troonrede voorlas. Hij was koning van 1849 tot 1890 toen hij is overleden. En op deze troon zat de koning altijd om de troonrede voor te lezen. Alle Oranjes zijn hier ook zichtbaar, althans alle Oranjes die koning of koningin zijn geweest. Aan ja, echt levensgrote schilderijen, zoals je hier bijvoorbeeld ziet, het schilderij van koning Willem I. Als je je omdraait, zie je dan vervolgens het schilderij van koning Willem II. En daarnaast hangt, ja, hoe raad je het, koning Willem III. Koning Willem III is getrouwd geweest met koningin Emma. Die kun je hier ook zien. Die zie je daar hangen. Prachtig portret. Uit het huwelijk tussen die twee is koningin Wilhelmina geboren. En koningin Wilhelmina
die kun je daar zien staan. Dat is degene waarvan hier alleen een buste staat, maar geen groot schilderij. Nou, en dan zul je begrijpen dat ook van koningin Juliana en koningin Beatrix en koning Willem-Alexander nog afbeeldingen zijn, schilderijen. En daar lopen we straks nog langs. En wat heel mooi is, en daar moet je toch even op inzoomen, dat is eigenlijk hier de trapleuning en dan met name het siersmeetwerk. Daarin kun je ook zien dat dit een paleis is geweest, want wat je hier ziet is de W van Willem en Wilhelmina. Hè? Willem toch de stamhouder van de Oranjes. En daarboven zie je een kroon, dus het gaat over de koningen. Niet over de stadhouders, een koning draagt een kroon. En dat is hier heel mooi gesymboliseerd. De geschiedenis van Nederland en Oranje komt hier als het ware samen, omdat je in de zijkant overal de Nederlandse leeuw hebt. Een mooi beeld van ons land. En dan gaan we verder. Ja, hier heb ik vaak gelopen. Duizenden mensen rondgeleid. En ik kan rustig zeggen, het was mijn lust en mijn leven. Ik heb het bijzonder graag gedaan en dat zal ik ook het allermeest gaan missen als we naar de bunker gaan waar we in worden opgesloten. Maar goed, we moeten er dan ook maar weer het beste van zien te maken. Nou, en hier kom je langs Juliana, Beatrix en daar hangt een afschuwelijk schilderij van koning Willem-Alexander. Er zijn stukken mooiere schilderijen, maar waarom ze uitgerekend dit hebben opgehangen is mij een raadsel. Je kunt zien dat hij het is. Maar ja, ik ben natuurlijk maar een leek, maar als ik kijk hier naar die arm, dan lijkt het net of die tegen een kalkmuur heeft gestaan. De ogen zijn ook niet helemaal hetzelfde en ja, als je de vingers ziet, het zijn niet alleen lange vingers, maar hebben ook de kleur die nou niet past bij een levend wezen. Maar goed, het hangt hier en nogmaals, ik zou ook niet weten wat je er verder mee moest. We kunnen nu gerust wel even doorlopen naar het volgende station. Want hier, dat is wel heel leuk en ook heel apart, hier ging je vroeger de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer in. Je kan er niet meer in, want tijdens de formatie is dit hele gebied afgesloten van de rest van het gebouw. Waarom? Hier zit de informateur en later de formateur. En daarachter zit de staf van de formateur en de informateur. En wij als Tweede Kamer mogen daar niet bij komen om op die manier de informateur, op dit moment mevrouw Hamer, voor de voeten te lopen. Letterlijk niet en figuurlijk. Dus dit gedeelte van de Tweede Kamer is helemaal afgesloten van de rest van het gebouw. Je kan het ook zien, hè? De deur zit goed op slot. Nou, dan gaan we eens kijken of we hier misschien naar binnen kunnen. Maar die zit dus ook heel goed op slot. Je kan onderdoor misschien nog even filmen en iets laten zien. Ja, de oude zaal, dat staat erbij. In de tijd dat de Tweede Kamer hier begon in 1815, gingen hier de geachte afgevaardigden naar binnen. En als ze de debatten overleefden, kwamen ze hier natuurlijk ook weer naar buiten en zo naar de uitgang. Medewerkers had je niet. De Tweede Kamer had ook nauwelijks personeel. Er was iemand om voor de koffie te zorgen en er was een beveiliger. En ja, dat was het zo'n beetje. En dan lopen we nu deze gang door. Kom maar mee. Ja, hier lopen we weer langs een oud restaurant wat niet meer gebruikt wordt. En hier kom je in de gang van de voorzitter van de Kamer. Hele mooie gang op zich. En het leuke van deze gang is dat in deze gang de voorzitterskamer zit. En die wordt omringd door alle voorzitters die er in het verleden in de Tweede Kamer zijn geweest. Vanaf 1815 tot nu aan toe. Die zijn allemaal getekend. En hier zie je die portretten allemaal hangen. Dus je kan zeggen dat de voorzitter, dat die omringd wordt door al haar voorgangers en op die manier ook een beetje in het, de lessen uit het verleden mee moet nemen. Dat zij niet alleen staat en de eerste is, maar dat zij ook lessen kan trekken uit wat er in het verleden allemaal geleerd is. Hier zie je de meest recente voorbeelden van de voorzitters die we gehad hebben. Zoals je ziet, alleen van mevrouw Riep moet er nog een tekening gemaakt worden en ook nog een schilderij. Maar de voorzittersgang, hier heb je hem. En dan lopen we nu het gebouw weer uit. En kom je één verdieping lager weer uit waar we net zijn geweest.
En dan zul je hier, als we naar buiten gaan, weer zien dat je weer door een oud raam loopt en weer in het nieuwe gedeelte van de Tweede Kamer komt.